Dames en heren, hartelijk welkom bij deze allereerste video. Deze allereerste video die draait om mij en mijn buik. Ik ga het proberen uit te leggen. Er zijn mensen die zijn dik. Maar wat noem je dik? Vaak is het overgewicht en ja, we weten niet helemaal hoe en wat, maar in ieder geval, ja, je kan natuurlijk zo'n hele dikke plofkop hebben. Er is ook gewoon helemaal niks mis mee. Maar voor je gezondheid is het niet goed. Het maakt niet uit of je dik of dun bent, echt niet. Maar er moet gewoon een keer een punt zijn dat je zegt van jongens, we gaan er iets aan doen. We gaan die buik in ieder geval verminderen. Niet helemaal weghalen, want we kunnen het niet wegsnijden of zo. Maar we gaan het trainen. Net zo hard trainen totdat er weer een strak, het hoeft niet eens een sixpack, gewoon een lekker buikje ontstaat in plaats van de wannabe bierbuik. Dames en heren, zoals de titel zegt, de afvalvlog, jullie kennen het wel. Bardo is het ooit begonnen en ik wil hem eigenlijk gaan volgen. En de ene valt sneller af dan de ander en ik merk gewoon dat ik overgewicht heb. Je zal het niet zeggen, maar onderin, dus waar de camera nu niet naar gewezen staat, zie jij namelijk een buikje. Ik ben niet natuurlijk heel dik. In ieder geval, ik ben net terug van de sportschool. De eerste proefles zit erop en ik ga dus elke keer wanneer ik heb gesport een kleine korte video geven speciaal voor jullie op mijn kanaal. Ik weet niet of jullie het gaan waarderen. Ik hoop dat jullie het met likes kunnen zeggen dat jullie het waarderen dat ik sowieso naar de sportschool ga. Het was een hele zware les, vond ik zelf. Nou ja, heel zwaar. Er zit een verschil tussen heel zwaar en gewoon pittig eigenlijk. We moesten trainingen doen. En over een paar dagen, dan zal ik het merken. De vrouw die me hielp zei 2 dagen. Over 2 dagen dus precies valt het voor mij in het weekend. Want het is nu donderdag wanneer ik dit opneem. En jullie zien het op een vrijdag. Misschien een beetje raar dit, maar in ieder geval, je moet doen alsof dit gisteren is gebeurd. En dat klopt ook. Goed, kijk. We gaan ervoor. En we gaan dus 3 keer in de week. Ik heb hier een formulier. Wacht even. Le formulier. En dit formulier gaat ervoor zorgen dat ik mijn handtekening ga neerzetten. En dat ik ga beginnen met afvallen. En daarom wil ik dat in video's gaan zeggen tegen jullie. En natuurlijk ook, gaan wij vooruitgang boeken? Gaat dat buikje minder worden? En dat is leuk om gewoon dit een beetje bij te houden met videovlogs. Het is leuk om te weten misschien, maar ik weeg nu 76 kilo en ik heb 20% overtollig vet. Ik weet niet of dat klopt. Nou, in ieder geval mijn vetpercentage is 20%. Ja, ik weet dat ik het waardeer als mensen zeggen van Vincent, je bent niet dik en het is niet nodig. Maar het is ook natuurlijk, het heeft te maken voor je gezondheid is beter. Je conditie gaat er vooruit. Je hebt veel meer energie op een dag. Je voelt je minder snel suf. Dan kom ik terug op die energie natuurlijk. En je krijgt natuurlijk een wat gespierder lichaam. En je gaat er ook wat slanker uitzien. Oftewel, het heeft gewoon alleen maar voordelen. Alleen het enige nadeel wat komt is natuurlijk de spierpijn. En die gaat of morgen of vandaag is die al begonnen. Ik ga maar heerlijk lekker ontspannen. En dan gaan we maandag gewoon weer op een fitnessles. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. Dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe afvallen vlog video. Zo gaan we maar gewoon noemen. Tot kijk, doei doei!